Ja goed, ik denk dat voor Leuven heel belangrijk was met de penalty. Dat ze 1-0 voorkomen en vanaf toen kon je maar zien dat er één ploeg op het veld stond. En dat ze oververdiend gewonnen hebben. En daar hebben we lesje gekregen in mentaliteit. Misschien was er hier en daar nog een paar mogelijkheden om terug in de match te komen. Ik denk, na de rust waren er wel een aantal kansjes waar jullie keeper het goed doet. Waar hij geen tegendoelpunt krijgt, dat is ook belangrijk dan. En op de eerste tegenaanval denk ik dat we opnieuw heel gedesorganiseerd zijn. Dat we ook nog de verkeerde dekken, dat we iemand laten alleen naar de keeper gaan. Terwijl gewoon diepte te dekken en mee te lopen. En dan schiet Bosbroek hem ook nog heel mooi binnen. En dan is het 0-3 en is de wedstrijd gespeeld. Voor de rest heb ik niet veel meer te zeggen eigenlijk. Buiten dat het een zure nederlaag is met 4-1. En dat die ook onverdiend is. En dat wij naar mentaliteit toe vandaag toch een serieus lesje gekregen hebben. Zeker na de 5-2 overwinning tegen Gent, mag ik dan zeggen de ene week alles en de andere week niets? Dat mag jij zeggen. Ja. Dat is een bevestiging. Oké, dankjewel. Dan geef ik graag het woord aan Emilio Ferreira voor zijn analyse. Ja, ik ben alleen. Kan alleen maar fier zijn van de prestatie van de ploeg. Van de spelers, maar ook een prestatie van mannen. Dus ze hebben vandaag gespeeld niet alleen voor de ploeg, niet alleen voor de club, maar ook voor twee mannen, twee personen. En in naam van Rudy Rioux en Romain Renaud. Dus dat is duidelijk dat de eenheid voor ons was heel belangrijk en dat is gestart gisteren. Gisterenavond eigenlijk met onze voorzitter en onze sportief directeur plus de volledige groep. Dus daar is alles begonnen na de zaak van gisteren. Dus ik ben heel fier van mijn spelers over de prestatie. Maar we moeten niet te veel vertellen. Ik denk mijn collega heeft dat op een loyale en correcte manier gedaan. De beste ploeg heeft gewonnen. En we hadden nogthans, ik ga niet zeggen schrik, maar we wisten dat Oostende een fantastische campagne aan het doen is. Met enorm veel offensief potentieel. En dat hebben we vandaag met onze goed defensieve werk kunnen vasthouden. En misschien alleen één minpunt was nog een keer een goal op stilstaande fase. Dus zo is het. Uitgeklaard. Ja, u zei namens Kroen, we hebben nog drie moeilijke wedstrijden, maar twee van de drie zijn thuiswedstrijden en daar kunnen we altijd iets meer. Dat is vandaag toch weer maar eens bewezen. Ja, maar je ziet ook hoe snel kan het gaan, hè, in die competitie. Ik vind het verschil van een subtop en een ploeg van die tegen de degradatie moet vechten, het verschil is heel klein geworden met de jaren. Kijk, Beveren, ze verliezen 6-0 in Genk en dan winnen ze 1-0 met 10 man tegen Anderlecht. Dus dat is een nieuwe tendens nu, dat elke wedstrijd eigenlijk is heel moeilijk voor iedereen. Dus we hadden een moeilijke tegenstrever vanavond. We waren absoluut niet op ons gemak. Sportief bedoel ik. We wisten dat het een heel goede ploeg is. En nu gaan we naar Gent en thuis tegen Club Brugge. Dus dat zijn allemaal moeilijke tegenstrevers. Maar ik herhaal het nog, het verschil is nu minim geworden.